Heb je een zalig Pasen gehad? Ja, het was een heerlijk weekend met 6 punten. En dat was de bedoeling uiteraard, maar als het dan zo soepel loopt, dan geeft dat een heerlijk gevoel. Waar ben je het meest tevreden over? Over de punten uiteraard, maar eigenlijk ook met het ogenschijnlijke gemak waarmee dat ging. Want maandag waren we niet goed, maar waren wel ruim voldoende om die wedstrijd te winnen. Ja, dus er zit een honger in de ploeg en een vastberadenheid, daar kan ik wel van genieten. Zo'n dubbel weekend, hoe zit het dan nu met de fitheid van de ploeg? Ja, goed. Het gaat om goed herstellen, dat hebben we denk ik gedaan. Gisteren een begin gemaakt met wat we wilden aan de bal en ook zonder bal. Dus dan is het vandaag alweer fine-tunen. En ja, dat fit worden zit vooral in het hoofd. En ja, op het moment je punten pakt, dan helpt de ranglijst mee. Dus ik heb het gevoel dat die jongens er klaar voor zijn. Ja, hoe kijk je naar de tegenstander van zondag, NAC? Ja, vind ik wel een van de betere ploegen in onze competitie. Hebben kwaliteit in wat ze doen. Spelen redelijk direct, vind ik. Kunnen ook wat voorin. Daar hebben ze de kwaliteit voor en dat hebben ze ook al laten zien. Want ik vond bijvoorbeeld 2 weken geleden in de wedstrijd tegen Roda, vond ik NAC eigenlijk gewoon misschien wel de betere ploeg. Dus het is wel een ploeg om rekening mee te houden. Maar wij willen met behulp van een kokende euroborg, willen wij natuurlijk de punten hier houden. Dus zaak om weer ons eigen ding te gaan doen. Ja, je zegt het al, een kokende euroborg. Het lijkt weer bomvol te zitten zondag. Ja, die support is geweldig. En je merkt aan alles dat bij die mensen ook bij onze supporters de spanning toeneemt. En ook het geloof toeneemt. Ja, daar wil iedereen bij horen. En dat vind ik wel grappig om te zien. Zijn er nog afwezigen voor zondag? Ja, we hebben 1 afwezige, dat is Wouter Prins. Die gaat overigens wel goed in zijn revalidatie, maar kan er nog niet bij zijn. En voor de rest een fitte groep.